Oslo is vlug, mensen. Hartstikke idee. Daar is hij dan. Van door naar door. Hartstikke idee. Hansi Grob. Heer Hansi. Hier is hij dan. Beetje mijn oor in de war, maar dat geeft niks. Zo vlug ging het. Mijn oor in de war. Ha! Zo. Die zit ook alweer goed. Ja, dan doen wij nog een bij, mensen. Ja, ja. Tudut. Zo vlug was het. Zo vlug. Ja, ja. Ja, ja. Moes. Wat is het? Niks. Zo vlug zoals ik verschijn, verdwijn ik. Haha. Hou je. Wie en welke Anna Belle Vlaas het? Ja, Lelle. Ja? Oh. Nou, kom nou maar, dat je van mijn gemouw af bent. Ja, mensen, kijk je op. Kom op, hey. Kom maar.
vrouw is. Knappe mannen. Je komt er maar zelden ene tegen. En als je dan ene tegenkomt, hè, van een van die mooie, glinsterende oog en van die lekkere natte lippen. En dan zo'n heel mooi heet lijf. Nondetje! Nou, vrouwen, dan blijft er maar vanaf, want die heeft de griep. Ze hebben mij wel eens gevraagd. Zou ik niet voor één dag een man willen zijn? Ik zeg, nee, nondetje! Je zou op die dag eens net de griep krijgen. En op een bijna doodervaring, daar zit ik niet op te wachten, hè. Nondetje! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een bevalling net zozeer doet als een zware verkoudheid bij een man. En je wilt er toch niet één dag uitzien als een dier, hoor. En dan doe je het dood niet. Ziet hem toch zitten. Hij lijkt al half bezopen. En mensen, half bezopen, hè. Dat is gewoon een gebrek aan doorzettingsvermogen. Nonne u. Ik heb onze Benny het leren kennen op vakantie in Bals. Ik zit tegen hem. En een begrafenisondernemer op vakantie? Dat is toch wel uit zonder rijk. Zit hij tegen mij? Waarom zou je leven zo serieus nemen? Je overleven toch niet? Ik zeg, nou dan naar het café. Ik vroeg wat hij wil drinken. En ik zeg tegen die kastelein, doet hier 2 tarwe smoothies. Ik zeg, en waarom ben ik hier eigenlijk helemaal geen stoelen of krukken binnen staan? Och, zit je kastelein nu een keer. Nee, hier hebben we geen nut. Iedereen zit hier toch op mijn vrouw. Nonne je. Ja, mensen. Relatieproblemen. Weet je wat dat is? Dat is samen een probleem oplossen. Maar ga Lee nooit zo hebben. Trouwen hoeven tegenwoordig ook niet meer voor het geld te doen, hè. Lienen bij de bank is voor het vol goede koppers. Zo zijn onze Benny en ik samen in Antwerpen naar het museum gaan kijken. Stort hij door schilderij te bekijken, riep hij mij, zit hij. Oh, dit is toch wel het leukste schilderij wat ik ooit gezien heb. Ik zeg, mens, zet u een bril wat ik erop gestort van een spiegel onder je. En eigenlijk, hè, ben ik nonde je nonde geworden. Omdat ik al die mannen wel voor het zat waren. Ik dacht toen de tijd, als ze en een man op de maan hebben kunnen zetten, dan moeten we ze godverdomme toch allemaal wel kunnen krijgen. Hetzelfde als je zo met eens uit op een bruiloft kwam, hè. Dan aan al die oude mensen, die tikken hoe dan aan. En die zeggen dan, jij bent de volgende, kinderen. Dat ben ik toen ook gaan doen, maar dan op begrafenissen onder je. Voordat ik onze Benny al leren kennen, hè, had ik eigenlijk nog nooit goede seks gehad. Tonder je. Want zeg nou eerlijk, dames. Onze lieve Heer, God, tonder je hierboven.
als een stel hersenen. Maar jammer genoeg niet genoeg bloedtoevoer om het bijt gelijk te laten werken. Dat is toch weer zo, niet dan? Onze Melly hier, hè? Die heeft maar een heel klein pieleke. Vorige week op de slaapkamer liep hij met dat stijf ding knoerhard tegen de muur aan. En wat denkt hij? Braak hij zijn neus, die gapert. Nog bij u. Jullie pap, hè? Jullie pap die leeft niet meer. Dat waren een Marokkaan uit de reek. Ja, echt hoor. Die ging smiddags een keer met een hond wandelen. En waarschijnlijk hebben ze hem per ongeluk aangereden. Maar dat is niet zeker. Want alleen op de hond hadden ze maar remsporen gevonden, non, ben je? Het waren wel de mooie mensen, jullie pap. Nonde je! Dat waren ook een doodsgraver. En die deed al geen vuurkestok. Dus had je maar een crematorium overgekocht. Nonde je! En daarboven had je een grote plaat gehangen met de tekst. Laten wij je niet kisten, alles komt in kammen en kruiken. Nonde je! Het waren wel een hele gruwelijke, simpele mensen, die papa. Hij stond een keer geld te pinnen bij de bank. Zet ze zo van achter een pistool op zijn kop. Geef je over! Ja, zit hij echt alleen als ik alles door elkaar gezopen heb. Duurtrekkers. Hey man, die zit voort op de nieuwe hoeve. Die had Alzheimer en diarree tegelijk. En dat is een verschrikkelijke combinatie, hè. Want ze renden maar rond en ze wisten niet waarheen, hè. De hersenen hadden ook heel vol geleden met een incident uit haar jeugd. Jullie mama was vroeger nogal dik. Dus toen ze een keer een dagje in het zonne waren op het strand, kwamen van die Greenpeace-activisten en die rolde er terug. Zij het nog niet, je! Ah, toen had ze nogal wat water binnengekregen, hè. Van de week nog zaten we samen met jullie man en die is kei incontinent. Ik denk, die gokjes echt lekker in de zaak zetten. Ik zeg, gebruik je pispillen of ben je van nature zo'n zakert? Tja, het is ook voort een beetje mijn levensdoel geworden, een minimaal en een keer per dag iemand te irriteren. En volgens mij leek ik al 3 jaar en 2 maanden op schema. Nonde je? Ik denk dat ik ben genezen. Ik riep toen we bij de weg gingen, bedankt nog voor de pindas, hè? Riep ze terug, je maat je gelijk hebben. Sinds mijn kunstklapper kapot is, kan ik alleen nog maar de chocolade vanaf zuigen. Non de je. Net onze Benny, hè. Je kunt er nergens mee komen. En die zei altijd de verkeerde dingen. Laatst zaten we bij de kapper. Was door een klein meske. En die had er een lolly laten vallen. Zit je kloos hier? Ach, Derke, hij de horenpoes snoepke. Nee, zit een meske. Nee, meneer, ik ben pas 8 jaar onder je. En soms, hè,
soms is hij ook agressief, onze Mennie. En hij had het strak wel gezien toen we hier opkwamen. Maar een weinigje terug kwamen we er zelf ook achter dat met geweld niet alle problemen op te lossen zijn. Er zaten we ook op zijn ballen. Pas zit hij tegen mij. Je hoeft mij niet altijd als een klein kindje te behandelen. Hé, hey, heb je me een sticker gegeven dat je goed voor zijn eigen opkwam? Nog bij u. En ja, ik zie al die mannen nou ook weer kijken en denken. God, non de ju, wat praat ze van? Het is ook bewezen dat wij vrouwen 2 keer zoveel woorden gebruiken als mannen. Maar godverdomme, dat moeten we wel! Omdat alles wat wij zeggen herhaald moet worden voordat jullie begrijpen wat wij bedoelen onder je. Want waarom wrijven wij smergens in ons oog als we wakker worden? En de wij in de zak hebben men te krabben om de ju. En dan moet er maar een beetje in te houden. Vergelijk ik ons een beetje wel eens uit met een batterij. Hij heeft tenslotte ook nog een positieve kant. En een hele noomtal, hè, dat valt jullie niet op mij wel. Zit ik aan mij zo'n beetje verliefd aan te kijken. En zo'n beetje te knippen tegen mij. En dan ging ik zo mooi zo'n beetje mooi voorover hangen. En dan kneep ik zo mooi met mijn uurskes. Maar ik liet dan telkens een scheet onder je. Dat klopt. Hey mensen, het is wel mooi geweest. Ik wou eens even kijken of ik weer wat bewegingen in die kan krijgen. Maar dat zal niet meevallen, want volgens mij staat je op non-actief nommertje. Hallo hoor. Nou, wat is dat? Ja. Hou doen. Moet ik ook weer iets? Ja, het is mooi geweest of niet? Dat, mooi van je tijd af hier allemaal. Het is goed. Hou doen. Boeisakken, boeisakken. Erik Potjes. Doet hij dat altijd zo? Altijd. En dan snap ik het wel wat onderaan, ja. Dan komt dit je scheet, denk toch? Als je slagen niet in mijn ogen knijpt, dan sta ik nog redelijk veilig volgens mij. Hoe zag ik hem eens? Ja, soms hoefde niks te zeggen, soms hoefde ik niks te vragen. Soms wijzen artiesten hun eigen klasse. Hoe zag ik hem eens? Denise van Erven. Dank je.